bitter koud vandaag. Maar wat gaan we doen vandaag? Ondanks dat we zijn op de Fris Beatrix, het opleidingsschip van het SSC. En we varen naar Kooiman. En wat gaan we daar doen? We krijgen daar een rondleiding en daar nemen we jullie mee. We hebben dus zojuist al het eerste puntje gevonden waar de nieuwe opleidingsschepen aan moeten voldoen. Want dus dat is namelijk voldoende ruimte. Ja, ik denk dat je hebt nu een kijkje gehad van deze schepen. Deze schepen zijn meer dan 50 jaar, bijna 60 jaar oud. Is niet meer de standaarden zoals die nu in de binnenvaart worden gehanteerd. Ja, we willen toch wel graag. Met de studenten kijken van hoe kunnen we nou zoveel mogelijk aansluiten bij het bedrijfsleven op dit moment. Een voorbeeld van wat zijn dan dingen die hier zodanig fouten zijn? Kijk maar naar de lengte van de bedden. De bedden zijn nu 1,80. Als we kijken naar de gemiddelde student, dat zal ongeveer over de 1,90 zijn. Marijn is een test aan het doen van de bedden op het opleidingsschip. Het past wel. We zien hier Marijn's hoofd tegen de bovenkant. We gaan nu naar Marijn's voeten. Strak tegen de onderkant. Dit komt rechtstreeks uit de computer. Die wordt rechtstreeks aangestuurd van zo moet die gebogen worden. En dan maken ze de afwerking die erachter ligt. Nou, intussen zijn we weer bijna terug bij het SSC. Sterker nog, ik SSC zie het al. In zicht. SSC in zicht. We hebben een hele leuke dag gehad. Ja, ik heb denk ik ook wel heel veel geleerd over wat er nou bij komt kijken als nou een klant bij een werf komt en ze een nieuw schip willen hebben. En helemaal binnenvaartschip, want ik kom helemaal uit het wereldje van de jacht eigenlijk en dan zie je eigenlijk in één keer de andere kant. Is dat anders? Is toch anders, ja. Wel, en Marijn, we hebben een aantal dingetjes daar gezien die hier wel anders kunnen op dit schip. Wat denk jij? Wat is het meest belangrijke? Het meest belangrijke is denk ik toch wel voor iedereen genoeg ruimte. Dus genoeg ruimte. Mensen die 2 meter zijn. Dat die normaal ruimte in bed kunnen liggen. Ja. Ook wel een aantal veiligheidseisen dat ik heb gezien. Dat ik denk, dat kan wel. Kan beter. Nou, wij gaan onze vlog van vandaag afsluiten. Binnenkort komen we weer terug. Laten we nog meer zien van de nieuwe binnenvaartschepen. De nieuwe opleidingsschepen voor het SSC. Dus we zien jullie graag terug. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.